Maandagochtend in Deventer. Het is een dag na de wedstrijd Go Ahead Eagles-Vitesse en de rommel wordt van de tribunes van de Adelaarshorst verwijderd. Als de bladblazers het doen tenminste. Wij komen voor Doken Schmid, die nog onder contract staat bij Heerenveen, maar is verhuurd aan Go Ahead Eagles. Op het trainingsveld vinden we hem niet, maar even later komt hij samen met enkele ploeggenoten aangereden. Daar ben ik hoor. Ik ging even uitfietsen. Doken Schmid is geboren en getogen in Heerenveen. Bij de sportclub doorliep hij alle jeugdelftallen. 2 jaar geleden debuteerde hij in het eerste elftal en vorig jaar werd hij kampioen met de belofte. Zaterdag speelt de verdediger voor het eerst in zijn carrière tegen SC Heerenveen. Ja, klopt. Op zich wel een beetje raar. Zal het misschien zijn als ik zaterdag aankom rijden bij het stadion. Maar ik heb ook jongens gesproken zoals Eloy Room, die speelde afgelopen weekend tegen Vitesse zijn club. En op zich valt het nog wel mee, zei hij. Het gevoel, je traint toch al een hele poos met de jongens. Dus, ja. Je ouders wonen nog in Heerenveen. Hoe gaat het voor hun zijn? Want ja, zij komen uiteraard kijken. En normaal gesproken gingen ze jou toejuichen in het SC Heerenveen shirt. Gaan ze nou jou toejuichen in het Go Ahead Eagles shirt? Of zijn ze toch wel een beetje voor Heerenveen? Nou, ik denk dat ze geen Eagles shirt aan zullen hebben, maar ik denk dat ze het wel voor Eagles zijn, ja. Ja, hier is de B-side, de welbekende B-side. B-side, hè? Ja. Zijn dus, je supporters hier een beetje fanatiek doken? Of? Ja, zeker. Ja, gaat de keren hier. Ja, zo zie je, kun je wel zien. Hier, even kijken, wat is het? Speelveld. Stadion voor bord. Zoals vanmiddag. Zoals gisteren, hè, bij de wedstrijd. Ik weet niet of je het nog hebt gezien, maar... Zeker. Dan is iemand het veld opgegaan. Ja, dus, die krijgt een stadionverbod en een boete. Die heeft waarschijnlijk wel een stadionverbod en een boete aan zijn broek, ja. Dus, ja. Het is wel een mooi Engels stadion ook, hè? Ja. De supporters zitten dicht op het veld. Ja, zeker. Nou, het is gewoon echt... veel mensen zeggen dat ook, hè. Engels sfeertje hier in de wijk, in de woonwijk. Dus, ja... Ik ga nog even voor de camera, jongen. Ja, Xander, want we zijn hier bij Doken Schmid, ja. Bij Go Ahead Eagles. Maar jij hebt natuurlijk ook een verleden bij SC Heerenveen. Ja, het is wel zo. Ik ben daar begonnen met voetballen. De hele jeugdopleiding doorlopen. En, ik heb wel een leuke herinnering aan Heerenveen. Hoe bijzonder is het dan dat jij zaterdag op bezoek gaat bij SC Heerenveen? Ja, ik vind het wel leuk. Oude mensen die je weer ziet. Nou, ik heb er heel veel zin in en ik denk, net zoals Doken ook, dat het voor hem ook een hele speciale wedstrijd wordt. Dus we gaan zien. Terwijl de bladblazers nog steeds niet allemaal werken, denkt Doken Schmid met een dubbel gevoel terug aan afgelopen seizoen. De verdediger kwam niet verder dan 2 invalbeurten in het eerste elftal, maar met de belofte werd hij kampioen. Ik had gehoopt om gewoon bij de eerste selectie te zitten. Alleen, dat werd hem helaas niet. En dan maak je uiteindelijk het hele seizoen gewoon bij de belofte speel je. En dat ging zo goed. We werden kampioen, 5 wedstrijden, zoiets voor het einde. Met een heel leuk team, een jong team. En dat klikte gewoon allemaal samen met Jan de Jonge. Kom even met de camera binnen, hoor, Carla. Dus de kleedkamer van Go Ahead Eagles. Ja. Waar zit jij, Doken? Mijn plek is hier zo. Een beetje achter de paal, maar besprekingen kan ik allemaal wel zien, hoor. Dus, ik heb trouwens nog Heerenveen schemerscherm, daar speel ik nog mee. Alleen ik moest helaas wel, dat kon ik niet maken. Dat moest wel even gekleurd worden. Maar ze doen het nog goed. De Heerenveen schemerscherm heb je nog dus? Ja, uit de Finishop. Ik heb een korting, hè. Dus als spelers, ja. Je hebt toch wel een beetje Heerenveen in je hart, hè? Ja, tuurlijk, hè. Dan mag het. Nee, op mijn paspoort staat ook nog Heerenveen, dus dat blijft altijd wel. Mijn doel is altijd natuurlijk om gewoon een vast seizoen in de Eredivisie bij Heerenveen te spelen. Rond de 30 wedstrijden. Daar voetbal ik nog steeds voor om dat te halen. Nu voetbal ik bij Go Ahead en speel ik elke week. En ik wil mezelf nu, op dit moment wil ik mezelf gewoon ontwikkelen. Dat vind ik het belangrijkste. Nou, hier is dan het bad. Er zit nog water in. Dus hier de sauna. Die staat al aan.
Dus die gaat volgens mij zo nog even gebruikt worden. Door jou? Niet door mij. Volgens mij door Harry Couperus, de keeperstrainer. Die kennen jullie ook wel. Nu is SC Heerenveen de meest scorende ploeg van de Eredivisie. En jij staat in de verdediging. Ja, hoe Heerenveen af te stoppen? Ja, nou, ik denk dat het belangrijk is dat er gewoon de ruimte erachter, ja, dat die niet zo groot is. Hè? Want ik vind Heerenveen daar op dit moment wel sterkst in met Hakim en Alfred. Die twee die ruimtes heel goed bespelen. Ja. Ja, jij kent natuurlijk alle spelers van Heerenveen. Waarschijnlijk zul je tegenover Rajiv van der Parra of Yannick Wildschut komen, ja. Denk ik. Ja, ja, dat is toch wel leuk, ja. Nog Rajiv is nog mijn buurman geweest, dus... Bijzonder, hè? Ja, het is toch wel leuk dat je dan tegen elkaar speelt. En misschien een voordeel dat je die jongens kent. Maar dat zullen we zaterdag zien. Het is tot nu toe elke wedstrijd nog spektakel geweest in het Abellensche Stadion. Verwacht je dat zaterdag ook? Ja, het zou leuk zijn om een spektakel in het voordeel van Go Ahead Eagles. Ja. Nou, wij hopen het niet, maar we wensen je wel succes, Doken. Dank je wel.